Jongens, welkom bij de Tom en Peters Hot Coffee Show, de show voor jullie hete stellingen, aflevering 113. Nice. En ik ben bezig met de eerste drie enveloppen van de grote E3 Goodie Giveaway verzendingsdag. En dat kost letterlijk een dag. Ja, het is echt heel veel werk. Dus doe nog mee, want misschien zit je dan nog net erin dat Peter denkt van, oh, ik heb nog één ding over. Ja, dat zou maar kunnen. Maar later deze week Lego Star Wars The Force Awakens prijsvraag. Dus check dan Games dit weekend of maandag of dinsdag. Nou, even in die periode. Nice. Met jou, was Berlijn? Berlijn was leuk. Dus u hebt het kunnen zien. Ja, jammer genoeg dat de beelden van de Pain Station niet door waren gekomen. Want het was echt wel... Ik heb zo hard lopen gillen daar, was wel leuk. Ah, fuck! Het was leuk. Ik hoop dat jullie ook genoten hebben van het Computerspielmuseum. Ja, maar jullie weten de ding. Een nieuwe week, een nieuwe stelling. Jullie leveren stellingen aan, als het goed is. En dan gaan wij erover praten. En dan hebben we hele diepgaande mening over. Ja, bedankt voor de reacties van vorige week. Sowieso heel veel mensen die toch wel dachten dat Overwatch een GOTY kon zijn. Ook al is het multiplayer only. Want daar ging het natuurlijk vorige week over. Maar er werden ook heel veel nieuwe stellingen aangedragen. Waaronder een aantal super interessante. En dat is wel de meest interessante, vond ik nog wel deze van Super Guido. Microsoft / Xbox ziet in dat ze ver achterlopen met de Xbox en zetten daarom steeds meer in op Windows 10. En dat is een goede zaak. Hit me up. Ja, ze kunnen niet veel anders meer, hè. Als je geen Xbox verkoopt, dan moet je iets. Ja, ze zouden ook een heroesje kunnen poelen. Gewoon lekker doorgaan met de Xbox, maar dan geleidelijk aan steeds kutter. Yeah, Firefly did a movie to wrap things up. Buffy the Vampire Slayer continued on as a comic book. Heroes gradually lowered the quality season by season till we were grateful it ended. Is ook wel een beetje hipster om erop te bitchen. Kijk, seizoen 3 was letterlijk heel kut. Maar dat werd ook voor Greenscreen opgenomen. Dat zag je wel. Maar 4 was best wel aardig, want er zat die guy van Prison Break in. Dat wel. Oké, de acteurs waren goed, maar het was een beetje... Het ging geleidelijk. Het punt is dat bij Heroes ging het gewoon geleidelijk aan... Ja, nog even een piekje, maar wel ten gronde gericht natuurlijk. Ja. Ook al hadden ze Hayden Panettiere. Ze komen niet toch terug? Ja, maar dit schijnt ook niet goed te zijn. Terug naar de stelling. dat probeerde ik al. Ja, dit is natuurlijk een totale noodgreep van Xbox en Microsoft. Want het liefst doen ze dit natuurlijk niet. Nou, ja. Dat je de titels van de Xbox One die voorheen exclusive waren gaat delen met PC. Nou ja, We hebben het hier ook al over gehad in Los Angeles toen het helemaal duidelijk was. Ik zei al van 4 jaar geleden, zei ik ook al in die persconferentieruimte van Microsoft, zei ik van ze moeten nou echt eens een keer PC en Xbox samen laten komen. Want ze proberen het wel vaker. Ze hebben het ook al eerder gedaan toen de Xbox 360 gewoon goed liep. Toen hebben ze bijvoorbeeld Shadowrun uitgebracht van kun je cross-platform tegen elkaar spelen. Een van de eerdere cross-platform games. Dat ging toen voor geen reet, maar ze wouden het wel en nu moet het dus. Dus ik vind het op zich wel een goede zaak. Want ze willen dit natuurlijk liever niet. Kijk, als je het uit een gamerperspectief kijkt, is het natuurlijk fantastisch. Want PC-gamers, jullie krijgen allemaal vette games als Halo en zo. En Halo Wars. En ja, daarbij. Gears of War. Forza. En Forza. Dat krijgen jullie allemaal. Super chill. Dat is echt voor de gamers een grote overwinning. Ja. Kijk, Xbox heeft natuurlijk het liefst dat Halo zo groot is dat ze consoletjes ermee verkopen. Ja, maar dat is bij Halo 5 Guardians volgens mij ook niet het geval geweest. Dat ze daar heel veel upsales van hebben gekregen. Dus, en met Quantum Break is dat niet. En met Gears gaat het waarschijnlijk ook niet zo zijn. Met Tomb Raider was dat niet. Weet je, dus ze moeten nu, en dat is voor de gamer een grote overwinning. Ja, ik zou zeggen van wel, ja. Maar ook voor Microsoft wel, vind ik, hoor. Want ik vind het persoonlijk, ik vind het juist heel slim van ze dat ze proberen Xbox en PC dichter bij elkaar te brengen. Want daarmee bundel je zeg maar op tegen alles behalve PlayStation, weet je wel. Of, het is in ieder geval, je maakt een soort van kamp zo van... Het maakt zich groter. With us or against us. Ja, precies. Weet je wel, je trekt de PC jouw kant op. Zo van, maar de PC-gamers horen bij ons. En daarmee sta je toch sterker tegenover Sony, die natuurlijk nou dik de overhand heeft. Ja, maar jij zei dit 4 jaar geleden, maar ze hadden dit 4 jaar geleden natuurlijk ook wel kunnen doen als ze dat gewild hadden. Ze zijn langzaam maar zeker, hebben ze dit wel gedaan. Het hele Windows Steam verhaal, het gaat nu ook gewoon weer naar Steam allemaal. Ja, nee, dat is goed. Dus goed, dat betekent dat ik straks gewoon met mijn Windows 7, mijn goede Windows 7, mijn oude vertrouwde Windows 7... ook hun games kan spelen. Ja, nee, dat is prima. Dat is ook helemaal mooi. Maar het ding is meer, ik bedoel te zeggen, ze hebben dit al heel vaak, hebben ze dit een klein beetje geprobeerd en toen lukt het niet. Nu moet het. Maar ja, het is dat natuurlijk komt wel... Dat komt omdat ze elke keer zo eigenwijs waren en het zo platform-exclusief maakt. Want ze zeiden dan, we gaan naar PC, maar dan gaan we wel PC onder Games for Windows Live. Wat weer voor een fuck werkte. Dat was inderdaad wel... Ja, we gaan naar PC met Quantum Break, maar we doen het op Windows 10 en de game is alleen maar te krijgen in de Windows App Store, wat gewoon helemaal kut is. En de game is buggy. Dus ze doen het elke keer zeggen, maar ze deden het elke keer een soort van schijn-PC. We gaan naar PC, maar we gaan eigenlijk maar naar zo'n klein stukje van de PC. Ja, ik snap het precies ook wel. In ons straatje past. Ze willen natuurlijk het liefst ook dat de PC een soort van hun eigen platform is. Dat is ook helemaal logisch. Ik snap het ook wel, alleen
Daar hebben gewoon gamers vanaf het begin al over gezegd. En dat laten verkoopcijfers ook zien. Dat doen we niet. Daar hebben we geen zin in. Ja, en het hele UWP, het Universal Windows Platform. De uitgevers zeiden ook en de ontwikkelaars zeiden ook van... Nou, Microsoft, het is niet helemaal lekker wat jullie proberen. Dus het is ook goed dat ze nou naar Steam gaan. Dat is helemaal prima. Maar nee, ik vind het... Prima. Ik vind het eigenlijk een grotere overwinning dan gewoon zeggen we gaan naar PC. Want nu gaan ze echt naar PC. Nu gaan ze niet naar exclusief Windows App Store. Nee, dat snap ik ook wel. Want het werkt ook niet helemaal. De prijzen waren ook veel te hoog. Dat dus ook. Rise of the Tomb Raider in de Windows 10 App Store is dan €70. Hetzelfde geldt voor Forza Apex is dan nou gratis natuurlijk, ja. Maar er zijn meer titels die dan exclusief op de Windows Quantum 10... Quantum Break was ook heel duur. Quantum Break is ook €60-70 inderdaad. Maar met Quantum Break vond ik wel mooi. Quantum Break was het eerste van dat hele Play Anywhere. Want dat heet het nou natuurlijk. Hè. Als je een Xbox One titel koopt, krijg je hem automatisch ook op PC. En het werkt interchangeable met je save game. Quantum Break had dat al. Dat vond ik echt een hele grote stap. Dat vond ik serieus ook best wel vet. Want toen dat gebeurde, ik had de game op Xbox One. Ik kreeg een berichtje van Xbox zelf dat dan zegt van... Oh, je hebt de game op Xbox One, dus hier heb je een code voor ook op PC. Nou ja, dan vind ik het prima om die UWP te gebruiken. Maar de vraag is, gaat dat ook met Steam gebeuren straks? Lijkt me wel. Lijkt mij dus. Ik tel mij niks in basis als dat dan weer die code alleen maar geldt voor de Windows App Store. Maakt het dan uit? Want je hebt de aankoop dan al gedaan, zeg maar. Dus dat het duurder is, maakt dan niks meer uit. Want je krijgt de game dan toch al gratis. Ja, weet ik. Maar je kunt hem alsnog unlocken via Steam of via de Windows App Store. Ja, dat je hem niet op zou kunnen starten met Steam. Zou dan of dat je geen Xbox-versie krijgt als je je game via Steam koopt. Dat lijkt me sterk. Dat lijkt me echt heel erg plausibel. Dat zou ook nog wel eens kunnen, ja. Dat zijn wel de hele specifieke knikjes erin, waar ze natuurlijk nog geen woord over hebben uitgelaten. Ja, dat zou nog wel eens kunnen zijn dat ze je daar een klein beetje mee naaien. Maar goed, als je PC-gamer bent, dan ben je blij. En ook als je Xbox-gamer bent die af en toe ook leuk vindt om de PC erbij te pakken, ben je ook blij. Ja, ik sowieso. Lijkt mij... Want Halo Wars. Halo Wars is natuurlijk een goede. Maar game. Wat ze ook vertelden van, weet je wel, dat je bent bezig met Gears of War 4 en je zit bij een lastig stuk of zo. Je denkt van, oké, ik sluit de Xbox af en je gaat gewoon op je PC verder. Ik vind dat wel ruig. Of dat je gewoon kan zeggen van... Weet je, alle mensen die altijd zeiden van Gears of War van... Ja, wel tof, maar jammer dat er nooit een goede PC-poort is geweest. Nou ja, nu is die kans wel. Dan kunnen eindelijk ook eens een keer die PC-mensen met ons samenspelen. Maar dan wil ik wel dat er een soort rode knop op je PC komt. Dat als je het niet meer redt op Xbox, dat je dan op de rode knop drukt. En dat je PC opstart en een alarm afgaat. En dat je hem dan op PC gaat verder spelen. Ik vind het erg, erg overdreven. Ik vind de showmanship is fantastisch. Maar wat heb je er nou eigenlijk aan? Ik zou het ook wel dik vinden om gewoon een grote rode knop te hebben... die je dan zelf kan programmeren voor alles. Ik wou net zeggen, kijk je naar Game of Gear. Je hebt nooit iets aan gear die wij behandelen. Nee, ja. Nou, in ieder geval niet de meerwaarde die vaak gevraagd wordt. LGP Lite had een grote rode knop. Welke? Dat is een van die capture cards die we ooit behandeld hebben. Echt? Ja, die had een grote rode knop. Oh ja, dat ding! Ja, dat was super vet. Ja, dat was echt zo, ik wil iets opnemen. Go live. Ja, dat is echt gaaf. I've got the nuclear codes to go live. Ja. Ja. Alleen jammer dat het zo'n muisklikgeluid was, niet een... Maar goed. Genoeg over knoppen. Meer over... Jongens, bedankt voor het kijken deze week. En ik vond het echt een hele leuke stelling. En er waren deze week ook al leuke VR-stellingen. Thanks, Guido. Ja, VR is natuurlijk wel een beetje wat we ook in LA al besproken hebben. Want daar ging het ook een beetje over... Is dit nou de E3 van VR geweest? En toen dachten wij eigenlijk allebei van... We hebben inmiddels een ander evenement gehad rondom VR. En ik ben wel iets meer richting de VR-site aan het gaan. PlayStation VR. En we hebben ook nieuwe platforms op Gamer toegevoegd. Netjes. Oculus, HTC en PlayStation VR. En nieuw whatever stelling, hoeft niet over VR. Wat je wil, een vraag mag ook. Stel hem onder in de reacties, want dan kunnen wij volgende week ook weer een hot coffee show maken. Bedankt voor het kijken. Wat wij zijn. Heb je nog Final Fault? Nee. Ik zit alleen maar met grote rode knoppen in mijn hoofd nu. Okay. Dus dat kan ook. Ik wil gewoon een grote rode knop op mijn camera ook uitzetten. Dat zou fantastisch zijn. Wacht, als jij nou even de stamp, dan zet ik hem uit. Kut. Nee, wacht, nog een keer. Oké. Nee, nog. Oké, fuck off.